Hoe kan je dat nou doen iedere keer weer? En dan in dat andere land. En wil je dat nog wel doen? En ja, ja. Ik bedoel, daarom hou je het ook zo lang uit natuurlijk. Hè? Ik vond het zo gaaf om iedere dag weer dat verhaal te vertellen. En in die rol te kruipen, in die huid te kruipen. En je vergeet ook dat je dan groen bent, weet je wel. Als je dan na de show in de spiegel kijkt en denkt, oh ja. Onzin natuurlijk. Maar in ieder geval, ik heb dat echt zo met zoveel liefde gedaan. En dan krijg je natuurlijk ook mensen die natuurlijk vragen van, weet je, als je het dan in Duitsland hebt gedaan en in Nederland en in Engeland en zo. Ja, gaat het dan nooit eens mis met teksten? En nou ja, het komt wel eens voor. Ik heb een deur gesloten. Ik heb iets weggedaan. Kan niet meer lopen langs de pad dat alle anderen gaan. Ik ga langs nieuwe wegen en blijf ik een vreemdeling. Ik sluit mijn ogen. Wacht even, dat is de Duitse tekst. Wacht even. Is mijn oude ziel. Wacht daarvoor. De zinnen gaan maar door. Ik weet het echt niet meer. Mijn hart stokt in mijn keel. Ik krijg een knalrood hoofd. Maar gelukkig zien ze dat niet, want ik ben groen. Denk nou na. Wat is het? Oh ja, ik heb het. Ik ga de macht, ik lach om zwaartekracht. De eerste rij zie ik nou mensen kijken en ik denk, oh gelukkig, ze weten het nu. De mensen daarachter die kijken elkaar aan van, klopt toch helemaal niet? Dat is toch helemaal niet zo, dat gaat toch helemaal nooit zo? Dan gaan ze me natuurlijk naar de hand bij de stage door vragen van, wat gebeurde er eigenlijk bij de Fine Gravity? Ja, wat ga ik dan zeggen? En niemand houdt mij hier. Nooit meer een grens aanvaren, omdat die grens daar is. Wat als de producent nu in de zaal zit? Of als die nu in de zaal zit? Tuurlijk, dan zit ik niet gisteren of daarvoor in de zaal. Nee, hij zit uitgerekend vandaag in de zaal. Of de regisseur of die journalist. Uit compensatie begin ik de rest maar gewoon te riffen. In mijn ooghoek zie ik Linda en die kijkt me aan van... Wat is die aan het doen? Heeft ze vast niet allemaal meer op een rijtje? Ik kan het weer, ik ben weer rustig. Ik doe de toverspreuk. Ik grijp de bezem uit de lucht. En ik zing naar Linda. Geen grenzen meer. Er zijn voor ons geen grenzen meer. Wij samen zijn het allerbeste team dat er bestaat. Linda, hand in hand ten strijde. Twee bevrijde meiden. Zingt Linda met van... Was op het nippertje. Dus grijp de macht en lach om zwaartekracht. Genoeg gewacht, dus lach om zwaartekracht. En niemand houdt ons hier. Van opluchting schieten we bijna in de lach. En door de adrenaline springen de tranen in mijn ogen. Het is altijd een enorme emotionele scène, maar nu zit er dus ook paniek bij. Frustratie en gêne en ook een beetje opluchting. En? Kom je? Ben je gelukkig? Dit is toch wat je wou? No. Nee, ik had liever die twee
tweezinnen gewoon gezongen. Want dan had ik niet nou het hele nummer daarmee gezeten. En dan was niet dat hele kleine schaterende pestende Willemijntje op mijn schouder van... Ja, dat gaat niet zo lekker. Maar ik zing toch maar. En ik hoop ook voor jou dat er alles uit mag komen. Je wensen en je dromen. Ik geef je al mijn vriendschap mee. Linda knijpt in mijn hand om zich te zeggen... Het komt goed. Had je geen zorgen. Wees maar gelukkig voor twee. Ik loop naar achter om me klaar te maken voor de big finale. Nu moet je het doen. Nu moet je het doen. Want als je wil dat iedereen vergeet wat er net gebeurd is, dan moet je nu knallen. Je moet het doen alsof het de allerlaatste show is. Deze mogen ze nooit meer vergeten. Nou, jawel, liever. Doe maar wel. Doe maar wel. Gewoon lekker vergeten. Lekker vergeten. YouTube. Het staat natuurlijk al op YouTube. De Ashers in de zaal zijn er om mensen te beletten video's en foto's te maken. Nou, ik zie ze wel zitten hoor. Ik zie ze wel. Ik zie er daarin. Ja. Gewoon iets vergeten? Heb ik helemaal niet gemerkt.